Welkom boys, leuk dat jullie weer kijken naar Danny Doet Het Zo. We hebben weer veel reacties gehad, onder andere van Brent Timmermans. Hij had de vraag, hoe kan je als je tegen een betere tegenstander moet, toch kansen creëren? Ja, mijn tip is als je tegen een betere tegenstander moet, om als eerste defensief natuurlijk te gaan spelen. En heel veel balbezit spelen, probeer je tegenstander te lokken. Want ja, als hij de bal niet heeft, dan kan hij ook niet scoren. En uiteindelijk zal hij geïrriteerd raken en heel snel druk zetten. En dan moet je met slimme passes proberen eruit te komen. Als hij toch echt veel beter is en je komt niet uit, hij heeft constant de bal, dan zou ik op de counter loeren. En door met hele snelle spelers eruit te komen om toch de goals te maken. Ja, dat waren mijn tips. Abonneer vooral op dit kanaal voor meer tips in de toekomst. En wie weet beantwoord ik jouw vraag volgende week wel.